100 jaar hornerijden. Vandaag zit ik aan tafel met Frank Niester. Frank, misschien kun je iets vertellen over wie je bent en wat jij hebt met hornerijden. Ja, goed, mijn naam heb je genoemd. Ik ben sinds 2008 verbonden aan Proteion. Aanvankelijk begonnen als locatiemanager in de twee Maasgouw-locaties. En in 2012 ben ik mogen komen werken op hornerijden onder andere. Nou, okay. Als primair locatiemanager, en ondertussen is dat wat uitgegroeid qua functie, maar is de betrokkenheid met hornerijden natuurlijk vanuit mijn verantwoordelijkheid nog even groot. Oh, want je bent ook manager, zeg maar tactisch manager voor de Kreppel en voor Magdalene. Ja, oké. Okay. Maar goed, hornerijden, wat heb je met hornerijden? Nou, de eerste dag toen ik hoorde dat ik naar hornerijden mocht gaan als manager, toen was ik in principe al meteen verkocht, om het zo maar te zeggen, ja. Omdat ik het hornerijden nog ken vanuit een situatie met mijn schoonvader hier in de oude paviljoentijd. Mijn schoonvader die vroeg jong dementerend was en na 10 jaar dementie thuis daar heb ik kunnen opvangen, zeg maar, uiteindelijk met de rug tegen de muur opgenomen moest worden. En dat was een crisissituatie en toen was alleen in Hornerheide nog plek op dat moment. Okay. Terwijl die in principe graag naar Weert had gewild, omdat ze zelf woonachtig zijn in Nederweert. Nou, zodanig hebben wij als familie toen Hornerheide leren kennen in die tijd. En de oude paviljoentijd, en ik wist dat er toen al plannen waren, want de toenmalige locatiemanager Tjeu Smeets, die hier met de schepter zwaaide, zeg maar, die kende ik nog vanuit een vorige werkrelatie die ik met Tjeu had in de verpleging vroeger in het oude goddelijke voorzienigheidsziekenhuis in Sittard. Dus ik wist wat er speelde, ik wist waar ze mee bezig waren met de kleinschaligheid, de transformatie naar de kleinschaligheid. En, toen ik dus in 2008 kwam, toen was men daar heel actief mee aan het bouwen en toen werd dat ook functioneel en het is een prachtig concept wat ze hier hebben neergelegd. Ja. Oké, okay, en als we het nu wat concreet maken, zeg maar naar het jubileumjaar. Wat is je rol met betrekking tot het hele jubileum? Het rol is proberen, laat ik eerst zeggen dat ik heel erg blij ben dat de Stichting 100 jaar heel veel werk op zich neemt om er ook echt een feestelijk jaar van te maken. Want dat hebben onze medewerkers, vrijwilligers en onze cliënten en familie ook echt verdiend. Want we hebben natuurlijk wel een zware tijd achter de rug en we zijn er nog niet helemaal uit die corona ellende. Maar het wordt ook echt tijd om positief te kunnen denken. Dus dat wil ik even zeggen. En wij hebben daar als organisatie natuurlijk wel belang bij, maar we hebben niet de tijd die nou de stichting voor ons daarvoor in kan vullen. Dus daarvoor ook hele grote dank. Mijn betrokkenheid is, ik ben lid van de stuurgroep. En probeer me met name te focussen, want zo hebben we toch afgesproken, de taakverdeling. Op betrokkenheid ten aanzien van de realisatie van het nieuwe Maria-paviljoen op het binnenterrein en de herinrichting van het binnenterrein en hetgeen wat er omheen ligt nog. Uiteindelijk moet er dan nieuwe wandelpaden komen, meer zitjes komen ook. Het moet nog wat relaxter uit gaan zien, er moet nog wat meer te doen en te zien zijn. En daar sluit ook mooi alle activiteiten van de stichting weer op aan, die springen erop in. Door dadelijk ons ook weer zeg maar, te gaan ondersteunen met de sponsoring van een aantal elektronische driewielers, ja, en duurfietsen en mogelijk ook een rolstoel. Maar er gaat nog meer veranderen, hè, hier op het terrein. Misschien kun je daar iets over zeggen, want jouw directe betrokkenheid is natuurlijk het Maria-paviljoen, ja, wat gerealiseerd gaat worden, maar er gebeurt nog meer op het terrein. Wat gaat er nog meer gebeuren? Zoals bijvoorbeeld die glas- en loodramen. Wat is jouw betrokkenheid daarbij? Ja, glas- en loodramen die hebben eerst in dit gebouw gezeten. Ja. En die zijn van Charles van Eyck. Dat is een uniek kunstwerk, zeg maar. En die, toen ze hier uit het gebouw zijn gehaald, toen hebben ze, zijn ze in een soort raamwerk geplaatst. En hebben ze heel lang nog in de piramide van Ciro gestaan. Ja, en die gaan we gelukkig, ook met hulp van de stichting, gaan we die herplaatsen hier op het terrein. Zodat ze dadelijk ook onderdeel uitmaken van de Ciro Artwalk, zeg maar. En dus voor mensen die interesse hebben, en die interesse is landelijk,
om naar dat kunstwerker te komen kijken, dat ze daar ook voor in de gelegenheid worden gesteld. Dus dat wordt opnieuw zeg maar in een raamwerk geplaatst. Het wordt gerestaureerd, het wordt hufterproef gemaakt, als ik dat woord zo mag gebruiken. Daar komt een overkapping op, er komt verlichting bij. En het komt op een plaats te staan waar uiteraard ook het zonlicht zijn werk doet, wat glas en lood heeft gewoon natuurlijk licht nodig. En ik ben erg blij dat dat in ieder geval behouden blijft. Ja. Ja. En als je gaat kijken, want je hebt er straks al iets over aangegeven, dat er dat een moeilijk jaar is, nog steeds eigenlijk, hè, maar een moeilijk jaar is geweest voor de bewoners en familie en personeel enzovoorts. Daar heeft het personeel iets op bedacht, althans ze hebben een verzoek gericht tot de stichting. Met betrekking tot toch dat we dat memoreren op een bepaalde manier. Ja. Wat weet je ervan, Frank? Ik weet ervan dat heel veel enthousiaste mensen met een goed idee zijn gekomen en, om een vorm van een kunstmonument te maken dat nagedachtenis van alles wat er gebeurd is. Niet alleen voor corona, maar als we kijken naar de 100 jaar geschiedenis van Hoornrijden natuurlijk, ja, dan zijn hier heel veel mensen geweest en er zijn ook heel veel mensen hier achtergebleven, als ik het zo mag zeggen. En ter vaste herinnering, met name aan die zware tijden, voor nabestaanden, maar ook voor medewerkers die toch een langdurige relatie opbouwen met de bewoners, ja, is het goed om er af en toe eens weer stil te staan. We hebben het ook gedoopt, hè? Vergeet mij niet, heet het monumentje. Heel mooi en passend. Ja, heel passend. Ja. Zeg Frank, en je had het er straks over van nou, dat de stichting nogal wat werk uit je handen neemt. Hoe is de relatie, want je noemde net dat je lid bent van de stuurgroep. Hoe is je relatie met de stichting? Ja, ik kan het me niet beter wensen. En dat is niet omdat jij het me vraagt, maar het is ook serieus wat dat zo ervaren. Ja, dus want iedereen weet ervan inmiddels wel. Ja, absoluut. Ja. Een geweldig enthousiasme, een geweldige energie en tijdsinvestering. Ja, prachtig om zo ook met name de verbinding tussen Hoorn en Heide en Hoorn en omgeving met het verenigingsleven, noem maar op, met allerlei andere... middenstand, detailhandel, het is ongekend, omdat Hoorn en Heide, zeg maar, behoudens de relatie die wij langdurig hebben met de carnavalsvereniging onder andere, maar ook in het kader van de jaarlijkse sacramentsprocessie. We zijn als organisatie door de jaren heen alleen maar gegroeid en dat maakt dat de binding met een lokale ondernemer, zeg maar, lokale middenstand, totdat het vervaagd is. Dus we kopen centraal in, we hebben vaste grote contracten als wat betreft bouwactiviteit, et cetera. En dan is het heel moeilijk om die verbinding met de burgerij te houden, zeg maar. En is het mooi dat je het op deze manier weer die verbinding tot stand, of in ieder geval stimuleert. Is dat bijzonder als je het vergelijkt met de andere zorgcentra? Voor een locatie zoals Hoorn en Heide, die toch ruim buiten het dorp ligt, is dat wel heel bijzonder. Ja. Oké, als je het hebt over, is er nog een speciaal moment als het gaat om het jubileum? Nou, er komen meerdere momenten natuurlijk. Hè. Dus er wordt vanaf 7 mei zeg maar, wordt er een aardig feestelijk jaar van gemaakt. Maar 7 mei, dat is de officiële jubileumdatum. En daar zal het monument onthuld gaan worden. En dan zal, zoals het nu naar uitziet, de eerste spaden de grond in kunnen gaan voor het nieuwe Maria-paviljoen. Wat wij verwachten zo rond november, dus in ieder geval ruim voor de kerstactiviteiten, beschikbaar te kunnen hebben. Ja. We gaan er iets prachtigs van maken, Frank. Ja, absoluut. Ik dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan.